We kijken vandaag naar de allervetste trickshots. En oh, deze man die gaat ze zeg maar allemaal nadoen. En hij doet echt alsof er niks is. Maar waarschijnlijk heeft hij het echt allemaal 100 keer geprobeerd voordat het lukt of zo. En oké. Okay. Ojo. Oké. Okay. Oké. Okay. Hou op. Ja, hij wil het waarschijnlijk niet toegeven, maar hij heeft gewoon een hele dag gespendeerd om één video te maken. I know it's not 2016 anymore, okay. But we made this pretty cool bottle flip recently. Oké. Okay. Oeh. Everything had to be just right, and it didn't seem like we were getting that close. Oh. Stel dit lukt. Ja, dit gaat ook lukken, maar... It's difficult enough to land one on the cap, but then we have to land another one on top of it. Oeh. Oké. Okay. Oh, mijn god. Trust me, it's not a loop. Oeh. We actually do score it. Oké. Okay. Okay. Wow! Oké, okay. Dat was een zieke bottenflip, mensen. Deze mensen doen een trickshot en wat moeten ze ermee doen? Oké, ze moeten eerst dat ding landen, zeg maar als een soort van bottenflip. En dan moeten ze een pingpongballetje daarin doen. Dat duurt ook nog wel eventjes voordat ze dat gehaald hebben. Oké, okay, die gast heeft hem al gehaald. En nu moeten ze een bekertje over dat bakje heen gooien. Oké, okay. Ojo. Ojo, dit is wel een zieke trickshot. Ze doen het best snel nog trouwens hoor. Dit filmpje duurt helemaal nog niet zo lang. Let's go! Hey, die heeft ze even goed gehaald hoor. Oké, okay, we hebben hier een trickshot. Trickshot. En oh, oh, oh. Hij gaat er natuurlijk inkomen. Let's go! Waarschijnlijk naar poging 100. Hoi, yo. Oké. Okay. Oh mijn god. Deze vind ik ook echt super ziek. Die zie je zo vaak voorbij komen ook. Oké. Okay. Oeh! Oké. Okay. Let's go! En hier. Kliko. Jump. Wow, yo! Het zijn wel zieke trickshots hoor. Deze gast gooit ook een rietje over een satéprikker heen. Echt, hoe kom je ook op deze ideeën? Dit is een dobbelsteen trickshot. En laten we maar eens kijken. Okay. Oh, deze filmpjes zie ik wel eens. Dit is zo knap, hè? Ik snap echt niet hoe dat mensen dit doen. En hoppakee. Oké. Okay. Wow, yo! Dit is echt een talent wat niet veel mensen hebben. Maar hey, het is er wel gelukt. We hebben hier een heleboel frisbees en... Oké. Okay. Oké, okay, en gaat deze ook raak zijn? Kablam, let's go! Oh, hij heeft nog een trickshot gedaan. Oké, okay. Boom, boom. Ja, sowieso dikke shout-out naar al de mensen die deze trickshots doen. De naam staat natuurlijk rechtsonder in beeld, mocht je ze uit willen checken. En? Oh, hij gaat hem vangen met een spatel. Hey, nice man. Oh, wat? Gaat hij nou met knikkers een blokje eruit? Wat? Dat is echt onmogelijk, zou je denken. Nog een frisbee trickshot. Oeh, hoppakee. Ja hoor. Of dat het niks is. Maar dit is een soort van boomerang frisbee. Of gebeurt het altijd met een frisbee? Ik heb geen idee. Oké. Okay. We hebben hier nog een trickshot met pannetjes. Ik vind deze altijd zo leuk. Dat geluid ook. Hoppa. Trickshots blijven gewoon altijd vet om naar te kijken. Oké, okay, wat hebben we hier? Oh. Oh, dit is ook ziek. Hij wil die cd dus in die Xbox zien te krijgen. For good reason. Oh nee. Gaat het hem lukken? Het is niet eens dat alles gaat lukken in deze video, mensen. Dat is altijd nog maar de vraag. En, oh, oh. Als het hem lukt, moeten jullie allemaal abonneren. Oké. Okay. Gaat deze werken? Nope. Oh, oh. Nee. Nee, kom op. Ga erin, CD. Oh nee, kom op. Ga erin. Ja! Let's go! Jullie moeten abonneren, mensen! Eigenlijk best gek dat jullie moeten abonneren omdat deze gast een trickshot heeft gedaan. Doe het gewoon alsnog. Oké, okay, we hebben hier iemand die een telefoon oplaadt in dat ding. Haha, sick. Oh, yo. Gaat het erin? Oh, heel ziek hoor. Hier hebben we een knuppel en... Oh, een knuppelflip! Of hoe noem je dat? Een knuppelflip? Ja, dat is gewoon de naam. En met een honkbalknuppel gewoon... Oké. Okay. Oké, okay, dit is een bewegende Xbox nog. Wow, yo. Wat? Deze gast heeft zoveel tijd in deze enkele video gestopt, hè. Wat hebben we hier? Een bottleflip met een telefoon. Oh, sick. Oké, okay, wat hebben we hier? Twee telefoons in één keer. Oké, okay, wat hebben we hier? Twee basketbal. Oké, okay, oké. Okay, ik ben benieuwd of dat het werkt. Natuurlijk werkt het. De hoeveelheid tijd dat er in dit soort video's zitten is echt ziek. Geloof me mensen, ik heb het nog makkelijk hier. Mijn beste momenten. Okay, oh, dit zijn waarschijnlijk dingen die allemaal verkeerd gaan. Oké, okay, bam, bam. Oh, oh nee. Die was gewoon gelukt en dan vallen al die potjes om. Ja, dan baal je. Wereldrecord poging. Oh, gaat hij erin? Nee. It's a new world record. Hij dacht dat hij er wel in zat. Oh mijn god. Ouch. Oké, okay, wat is dit dan? Ah! Oh. Oh, oh. En wat is dit?
Ik vind het wel vet hoe mensen de tijd nemen om dit allemaal te maken, zeg maar. Oh, het werkt gewoon niet. Ja, dan word je gek. Oh? Oh, nee. En nu gaat alsnog zijn strike. Oh? Nope. Oh, mijn god. Wat heeft hij hier? Twee basketballen. Oké. Oh, daar ging je telefoon. Oké, we hebben hier een gast die heel erg goed kaarten kan gooien en daarmee dingen door kan snijden. En hier hebben we een prei of zo. Oké. Wist je dat die kaarten echt heel gevaarlijk kunnen zijn? Dat je dat gewoon... Die dingen kunnen gewoon heel erg hard aankomen, ja? Wat? Die met die balletjes was heel sick. Hij bleef er gewoon tussen balanceren. Hey, moet ik nou ook een keer trickshots gaan proberen? Vergeet dan zeker niet even te abonneren. Misschien doe ik het wel een keer. Ik wil op dit kanaal namelijk ook nog een keer wat in real life video's gaan maken. Als deze gast deze trickshot haalt, moeten jullie allemaal liken. Kom op. Oh. Oh. Oh, dit is echt ziek. Dit is echt... enorm sick. Hoppa. Hey, duimpje omhoog toe, mensen. Oké, wat hebben we hier? Een biljart trickshot en... Wat? Oh mijn god. Ja? Ja? Kablam! Ik vind die biljarttrickshot zo dik, hè. Ik had het nooit beseft, maar ik was laatst allemaal biljartfilmpjes aan het kijken. En de hoeveelheid techniek die er in die sport komt kijken, is echt van een ander level. Dat is echt niet normaal. Oké, we hebben hier een gast en die gooit allemaal wc-ontstoppers op logo's. Oké, Walmart. Let's go. Oh, wij willen op al die dingen, die play-on-stoppers gooien. Oké. Hoyo, oké. Nog één. En nog één. Ja, ja. Doe dit thuis zeker niet na, mensen. Je gaat flink in de problemen zitten. Oké, we hebben hier een golfer. En, oké, we krijgen telkens een extra tegel erbij. En, oké. Oké, en nu moet u dus in dit bakje uitkomen. Let's go! Hey, dat heb je lekker gedaan, man. 1 in 1 miljoen kans. Oké, laten we eens kijken. Oké, ze gooien een ei en... Oh, die komt gewoon in die zak van die gast terecht. Wat? Oké, dit is echt heel erg ziek. Oh mijn god. Let's go, hij heeft hem gewoon. Ja, ja. Lekker, man. Dat dit gebeurt is ook echt zo'n kleine kans. Oké, wat hebben we hier? Impressive. Oké, hij tolt deze bal helemaal. Rugbybal volgens mij heet dat. Ik ben even de naam kwijt. Misschien is het een goede naam. Oké, let's go. Bam. En ja, ja. Die is hartstikke raak. Dan is het misschien wel wat makkelijker om die bal hier doorheen te schoppen dan door een basket. Want dat ding is letterlijk echt ziek groot. Maar hey, wel knap. Oké, wat hebben we hier? Oeh, van die casino muntjes. Oké. En deze gast die zegt van nee, dit is helemaal niks, gast. En wat doet hij? Hij doet met een blinddoek. Oké, ik ben benieuwd. Wat? Wow, yo. Besef gewoon ook even die reactie van die gast. Hoppa, kijk, het doet hem af en dan. Oeh. Oeh. Ja, die is blij dat het hem is gelukt. We hebben hier een bal en die gaat rollen natuurlijk. En hij moet daarop terechtkomen. Oké, easy, man. Oh, hij moet een bottle flip doen met dat ding. Oké, ja, een bottle flip is niet de goede benaming, ik weet het. Maar nee, nope. Dit is echt zo'n kleine kans dat het lukt. Dit kan hem gewoon niet gelukt zijn, toch? Oké, wat gaat er gebeuren? Oké. Oké, dat lukt dan weer wel. Oh, en dan rolt de bal niet, dan meen je niet. Oké, daar gaat hij. Nope. Oh ja, dit is zo'n ontzettend lastig proces om te voor elkaar te krijgen gewoon. Hoppa, nope. Hij is er helemaal klaar mee. Het is hem ook gewoon niet gelukt. Oké, wat is dit? Oké, hij wil dus een balletje in al deze bekers gooien. En let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ja, ja. Nog één, nog één. Oh nee, nog één. Ja. Let's go. Je wil niet bierpongen tegen deze gast. Hij maakt je letterlijk in. Oké, wat hebben we hier? Een basket. Ja, oh. Oké. Het gaat via de trampoline. En oké, wat gaat er gebeuren? Bam, zieke strike. Yes, lekker. Deze trickshot was wel veel zieker geweest als die twee houten platen die naast die kegel staan even weg waren, zeg maar. Dat was wel beter geweest. Ik bedoel, dit schuift de bal wel de goede richting in. Maar alsnog ziek, weet je. Hij heeft het wel gewoon geflikt. Oké, hier hebben we een badminton. Oeh, trickshot. Tuurlijk. Ja, TikTok be like, mensen. Misschien hebben we al meer trickshots gezien die op deze manier gelukt zijn. Maar moet je eens even kijken hoe handig je voor de gek gehouden kan worden. Hier, kijk. Ja, nice. Ja, kijk, hij doet het gewoon op die manier. Op deze manier is het ook niet heel erg moeilijk natuurlijk. For my male audience. Oké, laat maar zien. Hoppa. Oh, dit is nice. Anders had hij helemaal om moeten lopen om dat ding vast te maken. Dit is veel makkelijker, ja. Kijk dan ook hoe smooth hij het doet. Zo, bam.
Huts. Ja, die zit vast. Dit scheelt heel veel tijd. Dit is een tweeling die trickshots doen. En ja, die bewegen natuurlijk op dezelfde manier, hè, tweelingen. Dit is gewoon cheaten, man. Ik bedoel, als ik dit met Mick zou doen, zou het nooit zo soepel gaan. Nee, waarschijnlijk hebben zij ook gewoon 100.000 keer dit allemaal lopen proberen en zo. Maar oké. Okay. Wil je een pen? Ja hoor. Oké, wat hebben we hier? Telefoon vergeten. Hoppa. Het ziet er zo simpel uit, maar mensen zijn hier zo lang mee bezig, hè. Oké, wat hebben we hier? Een bierflesje met, oh, met een paar blokken. Oké. Hij zet hier een flesje op en... Oh, wat gaat er gebeuren? Ja. Oh. Oké. Netjes, man. Oh, het flesje is wel leeg. Dat is wel weer jammer. Dit zijn de vetste dingen die ik ooit kocht op TikTok. Dus wil je die video nou zien, klik dan hier. Het zijn hele vette gadgets. En toen ik deze video keek, kon ik het niet laten om een paar dingen te kopen. Dus klik sowieso als jij jezelf wilt testen. Kom op, klik. In 3, 2, 1.